waar ga je ons iets over vertellen? Nou, waar veel mensen, zowel uit in Enschede als buiten Enschede, niets van weten, is dat Enschede 25 jaar lang een tram heeft gehad. Die reed van het voormalige station, iets verder dan het huidige station, dwars door de stad, helemaal naar Glanenbrug en weer terug. Dat was één lijn en die is aangelegd omdat de afstanden in Enschede best groot waren voor de arbeiders die de textielfabrieken moesten bezoeken. En daardoor was het nodig om een goede vorm van openbaar vervoer te hebben. We kijken nu naar een tramlijnhaak. En die haak in dit geval is bevestigd aan het pand waar nu een Mexicaans restaurant zit. En die haak die werd dus gebruikt om de tramlijnleidingen op te hangen. De elektrische bedrading van de tram die hingen daaraan. En dit soort haken vind je dus ook in andere delen van de stad. En die ga je dus zometeen ook verderop in het verhaal ook nog een paar keer zien. We lopen nu in de Marktstraat. En ook in de Marktstraat zie je dus de restanten terug van de tram. Aan twee panden tegenover elkaar zie je aan beide zijden een tramlijnhaak zitten, waar vroeger dus ook de elektrische bedrading van de tram heeft bevestigd gezeten. De tram die werd geëxporteerd door de TET, de Twentse Elektrische Tramwegmaatschappij. De maatschappij die de meeste Enschedeers wel kennen van de bussen die daarna heel veel door de stad reden. De tram is gestart in 1908 en hij is alweer beëindigd in 1933. En waarom was dat? We hadden maar één lijn in de stad. Die ging van het station naar Glanenbrug en weer terug. En voor de rest was er geen andere vorm van verbinding. Toen de bussen opeens kwamen opzetten, toen was dat opeens een veel flexibeler vorm van vervoer en moest de tram het afleggen tegen de bussen. Dus in 1933 werd de tram opgeheven in verband met te hoge kosten en te weinig reizigers.